Voor de 39e keer werd zondagmiddag de 2 kilometer zeezwemtocht in Harlingen gehouden. Al sinds de Tweede Wereldoorlog wordt deze tocht georganiseerd. Een aantal keren werd afgelast door weersomstandigheden, maar zondagmiddag was het stralend weer voor een mooie tocht over de Willemshaven naar het Harlingenstrand. 147 zwemmers deden mee, waarvan 35 wedstrijdzwemmers, 10 dames en 25 heren. Een watertemperatuur van ruim 20 graden en stevige tegenwind langs de Zuiderpier. Geen omstandigheden voor recordtijden van de wedstrijdzwemmers. De snelste 2 kilometer zwemtocht werd ooit in 1979 gezwommen. 25 minuten en 5 seconden. Maar de omstandigheden bij de Harlingenzeedijk zijn veranderd. Toen het brede strand werd aangelegd, werd het laatste deel van de zwemtocht gedeeltelijk een wandeltocht. De uit Eindhoven afkomstige zwemmer Arjen van der Meulen had dat goed in de gaten. Hij zwom zo ver mogelijk langs de Zuiderpier en rende toen langs de vloedlijn naar de finish. In meters legde hij waarschijnlijk een langere tocht af. Hij won in een tijd van 25 minuten en 25 seconden. Geef mij maar even, dan sla je arm om me heen, jongen, kan ons het schelen. Hoe heet je? Arjen. Hoe is het gegaan? Wat een end, niet? Ja, nou. Maar je deed een slimme route, joh. Een end loper. Ja, nou, ik heb geen idee waar ik. Ik stond gewoon op een gegeven moment kwam ik bij de kant uit. Ja. Je had bijna het record uit 1976. Ja, ik heb het door waters. Er stonden heel veel golven. Ja? Heel veel golven, dat was echt heel zwaar. Nou, ga lekker douchen. Ja. Bedankt.